ingooibogen van der Meijden. Daar is Snijder. En daar is zijn eerste in de Eredivisie. En om je eerste te maken, dan is het toch wel een hele, hele fraaie. Prachtige trap van Wesley Snijder. Snelle, kort genomen corner. En Snijder laat maar eens zien hoe goed hij kan trappen. Vrij trap voor Snijder. Gaat hij neerleggen of gaat hij het zelf doen? Hij gaat het zelf doen in de korte hoek. 3-0, Wesley Snijder. De voorsprong tegen Roda is 3-0 nu. Galasek, Snijder. Uit een bijkans onmogelijke positie, maar toch scoort hij hoor, Wesley Snijder. Van der Vaart. Schot van der Vaart. Pienaar en Snijder. Van der Vaart met de eerste poging. Die kan niet goed genoeg worden verwerkt. Ja, dan is Pienaar toch echt het meest attent. En is het terugleggen heel knap. Kan het nog? Voor Ajax zo kort voor het einde van de wedstrijd. Het kan nog. Het is Wesley Snijder die het doet in de 87e minuut. De 2-1 voor Ajax. En de voorsprong voor Ajax kort voor het einde van de wedstrijd. Van der Vaart, Snijder en 1-2. Ibrahimovic, randje buitenspel, maar hij mag doorgaan. En daar staat Snijder voor de goal. En dan is het een goal. Het is geen buitenspel inderdaad. Ibrahimovic ziet Snijder. En Snijder schiet raak. Mitea. Liedmanen. Ibrahimovic, Snijder en daar is hij. Het doelpunt van Snijder. Ajax op 2-1. Slaat dan handig, Snijder goed. Doorkoppen daar. En hier is het Snijder die er 1-1 van maakt. En daarmee Vonk passeert. Doorkoppen. En hier geen strafschop, want voordeel voor Snijder. De Ridder met een knappe actie. Babel draait zich vrij, wil zelf schieten. Maar dat doet Snijder voor hem. En dan is het raak ook. Babel komt er niet uit. Maar Snijder wel. Snijder. Snijder, Wesley Snijder, 1-1. Hier krijgt Sikora die pijn, maar ja, het vervolg daarna terecht die voordeelregel toegepast. Anders hadden we dit gemist. Hij krult hem in de kruising werkelijk. Wat een traptechniek, wat een gevoel. Van ver. Oh, wat een mooie goal! Wesley Snijder, wat een schitterende goal! 2-0 tegen Vitesse. Het maakt hem niet uit, rechts, links, hoepapa. 2-0, schitterende goal van Wesley Snijder. Onhoudbaar. Galasek. Snijder, knap aangenomen met links. Wat een doelpunt zeg! Geweldig!
Wesley Sneijder. Mooi aangenomen. En heel knap afgemaakt. Ibrahimovic. Schot geblokt. Gevangen Obodai. Oh, dat is wel een hele wilde poging. Sneijder. En dan zit hij er alsnog in. Een beetje een rommelig doelpunt, maar wel goed afgemaakt door Wesley Sneijder. Eerst Ibrahimovic die schiet. Dat mislukt. Dan Obodai die schiet. Dat mislukt eigenlijk nog veel meer. Maar via Ibrahimovic krijgt Sneijder die bal. En dan lukt het allemaal wel. Oh, die hoek ligt wel heel erg open. Ja, dat heeft Sneijder natuurlijk ook gezien. Die legt hem waar hij hem wil hebben. En dan is het misschien wel handig als je iets meer van je hele doel af weet te dekken. Wel goed doorgespeeld. En dit is Sneijder. De voorsprong is voor Ajax. Het is de 13e minuut. En in Den Bosch. Sneijder die zelf goed doorjaagt. Krijgt hem terug van Sonk. En dan is het 0-1. Wesley Sneijder. Verdediger Trabelsi. Sneijder. Met de binnenkant. Loopt zuiver. Raak. Sneijder maakt hier weer gebruik van zijn geweldige traptechniek. SQD. Babel. Gaan van Babel. Sneijder. En daar is hij. Ajax op 1-0. Lange bal van SQD. Babel sterk in de lucht. Niemand van Groningen die goed meeloopt met Sneijder. Nou, dan blijft hij heel kalm. Is er ruimte? Daar komt Sneijder en hij scoort. Utrechter Wesley Sneijder scoort in Utrecht voor Ajax. Het is de 1-0 in de 66e minuut. Charisteas. Max wil dat lopen en Sneijder schiet raak. Hij is ook een specialist in het nemen van vrije trappen. Kijk maar eens, Wesley Sneijder. Sneijder natuurlijk achter de bal. Aarts het muurtje neergezet. Maar daar gaat de bal overheen en ook in het doel. En Aarts heeft geen kans. Sneijder, maar weer eens met zijn specialiteit. Past precies. Sneijder. Oeh, door knal. En het is de goal. Al in de 10e minuut komt Ajax in de Alkmaarderhout op een 1-0 voorsprong. Lindenberg heeft daar ook nog een aandeel in op bekend terrein. Sneijder scoort. De voorsprong voor Ajax. Vrije trap. Klein muurtje. Drie man. Terwijl iedereen toch weet dat Sneijder dit kan. Kijk maar. Oh! Schitterend ingeschoten deze vrije trap. Deze vrije trap. Ja, gaat dan weer naar het midden, Timmer, en is dan daar te laat. Wesley Sneijder. Pienaar. Sneijder. Ineens. Wat een geweldige goal. Van Wesley Sneijder. Wat een fenomenale traptechniek heeft hij toch, Wesley Sneijder. Rosenberg met Texera. Rosenberg, Sneijder. En daar is het doelpunt van Ajax. Vlak naar rust. Wat knullig verdedigen achterin bij RKC.
Een duel met Texera, maar opvallend krijgt hij die bal toch nog bij Sneijder. En die schuift hem dan slim onder Van Dijk door. Kan de score dan nog worden verdubbeld? Het uitkappen is prima, de redding is daar, maar dan is het uiteindelijk Wesley Sneijder die er 0-2 van maakt. En dan is het in de 80ste minuut toch wel haast gedaan. Vierende meegereizen dit feest. En zo goed als de zegen. Hier is het Rozenberg. Keeper nog wel in eerste instantie, maar daar is het Sneijder. En zo staat het 0-2 in Breda. Sneijder. Ajax gaat door en Ajax scoort op een moment dat een speler van RKC geblesseerd ligt. En de RKC'ers willen dat Ajax stopt met voetballen. Maar Sneijder gaat gewoon door. Je ziet Vizelic protesteren. Half verdedigen zo van, hey joh, bal buiten. Ja, denkt Sneijder. Dat zal wel. 2-0 voor Ajax. Heitinga. Mooi van Huntelaar. Sneijder wordt onderuit getikt, maar scoort. Een doelpunt gaat voor overtreding. Het is 4-0. En langzaam maar zeker moet Ajax, zeker als het zo door blijft gaan, gaan denken aan net zo'n monsterscore als AZ. Het wordt gevierd met elftalmanager David Ent. De tweede goal van Sneijder. En Ent heeft nog steeds geen telefoon gehad van mevrouw Sneijder. Dus Wesley kan gewoon doorgaan met scoren. Hoeft zich nergens zorgen over te maken. Sneijder vindt ruimte voor het schot, ja! En een heerlijk schot is het. Dat vindt ook Gary Steas, die al klaar staat om in te vallen. Maar Sneijder schiet alvast 1-1 erin. Mooi doelpunt van Wesley Sneijder. Krijgt daar ook veel te veel ruimte natuurlijk van NAC om uit te halen. Maar dat is hard zat. En vooral zuiver Sneijder die bal er daarin schiet. Sneijder van ver. Oh, Zoetermeer heeft hem niet. Weer Sneijder tegen NAC. Dat is een soort traditie aan het worden. Eigenlijk elk seizoen. Op bezoek in Breda slaat hij weer toe. Wesley Sneijder. Zo bepalend dus blijkbaar. En zich zo prettig voelend in Breda. Goeie bal van Sneijder op de Mul. Huntelaar vlakbij. Maar hier is Sneijder. En die maakt het in de herkansing af. Nadat de bal eerst nog van de lijn wordt gehaald. Door Christian Koem. Opgezet door Sneijder. Goeie bal op de Mul. Die het overzicht behoudt, niet Huntelaar kiest, maar Sneijder aanspeelt. Die nu samen met PRS topscorer is. Wordt het Emanuelsson of Sneijder? Het mag van Blom. Sneijder dus. En die zit erin. 2-0 Ajax. Van den Bussen heeft het antwoord niet en heeft nu pijn. Want die is op de paal gebotst blijkbaar. Nog een poging te wagen om de treffer van Sneijder te voorkomen. De bal over de muur, in de hoek. En Van den Bussen dus tegen de paal. Ocararo. Veel ruimte voor de Roemeen. Bij de eerste paal komt Sneijder. Sneijder schiet hem binnen en het is 3-0. Definitief beslist. Mooie bal van Ocararo. Onberispelijk binnengeschoten door Wesley Sneijder. Assist van Ocararo is uitstekend. Precies in de loop bij Sneijder. Die Piekenhagen geklopt in de korte hoek. 3-0. De derde minuut van de tweede helft. Achter de bal Stam en Sneijder. De een kan hard, de ander met een boog. Het wordt Sneijder met een boog en die scoort schitterend. En Ajax staat naast Twente. Bosker is woest, maar de wijze waarop
Wesley Sneijder deze bal langs de Twente muur trapt, is schitterend. Vermalen, Babel gaat. De foul is te laat. Babel, de rugdekking is er bij Saïs. Huntelaar en dan is er geen derde man. En dan blijft La Chambre te rustig. En is dit gewoon een goal van Sneijder. Oh, 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 Castro en La Chambre. Vanwaar deze protesten? Zij hebben Hens gezien. Is het Hens? Hier is Babel. Huntelaar. La Chambre. En dan zou het inderdaad Hens kunnen zijn geweest van Sneijder. Misschien geeft dit perspectief meer uitsluitsel. Ja, Hensbal Sneijder. Oh! Het is lang zoeken voor Ajax. Wie komt uiteindelijk tot een schot? Sneijder misschien? Ja, Sneijder. Zo! Wat een schot! Wat een heerlijke uithaal van Wesley Sneijder. En het is 2-0. Ja, die van Heitinga was hard en zuiver. Dat is deze ook. Waarbij het gewoon zoek is naar het gaatje en het wordt gevonden. Sneijder, Babel en dan met de rechter. En vorm valt weer helemaal niets te verwijten. Die ziet die ballen links en rechts om zijn oren vliegen werkelijk. En wordt het Sneijder in één keer? Jazeker. Dwars door de muur, van richting veranderd. En hij zit erin en in de 20e minuut neemt Ajax een 1-0 voorsprong in de Amsterdam Arena. De muur gaat uit elkaar en daardoor is Timmer kansloos. Een lucky, maar wat geeft het, zei ooit iemand. En dat is ook zo. De bal komt via de rug van Tim Vinken. Op een plek terecht waar Timmer er helemaal niet meer bij kan. Leonardo. Die loopt zich vast. Daardoor is er ruimte voor Babel. Babel. Babel breed, Sneijder met een open kans. Het is 2-0. In de 31e minuut verdubbelt Wesley Sneijder de voorsprong voor Ajax. Leonardo gaat hier aan de wandel. Die loopt zich vast. Daardoor vindt Sneijder in één beweging Babel. Gaat Babel vervolgens buitenom en is Sneijder doorgelopen. En ziet dat hij ook tot zijn eigen verrassing helemaal vrij staat. Recht voor het doel van Timmer. Er zijn er zoveel bezig met Babel dat niemand Sneijder in de gaten houdt. Perez, Davids, Perez bij toeval. De bal van richting verandert voor de voet van Sneijder. Het is 4-1. En dit is voor Feyenoord, vrees ik, het einde. Lang heeft Feyenoord na rust kunnen hopen op een beter resultaat. Omdat Ajax na rust absoluut niet liet zien wat het in de eerste helft liet zien. Het opstapje voor Feyenoord was de goal van Charisteas. Maar de derde van Sneijder in deze wedstrijd betekent dat Ajax op 4-1 komt. Colina, ik denk er daar wat te makkelijk over. Sneijder, Sneijder, Sneijder! Wat een goal! Vlak voor rust. Ja, fout Colina natuurlijk. Die moet dat nooit zo doen. Maar ja, je moet het nooit zo doen en je moet hem er zo inschieten. Dat zijn nogal twee hele andere dingen. Colina doet dit hopeloos. Die moet veel overtuigender daaruit verdedigen. Maar hoeveel spelers zouden er dan op zo'n manier van profiteren als Sneijder hier doet? Dat zijn er maar heel, heel weinig. Mooie goal van Wesley Sneijder. Zag u hem kijken? En precies dat wat hij van plan was, voert hij uit. Doelpunt nummer 15 van Wesley Sneijder. Daar kon hij nog net tussen en daar gaat hij ook net tussen. Piekenhagen kansloos. Tjonge jonge, preciezer komt het niet. Het was een makkie eerder dit seizoen in de Arena. Al vroeg in het seizoen overigens 5-0. Maar dat het geen makkie gaat worden hier vanmiddag, dat lijkt wel duidelijk. Hoewel, als Huntelaar dit soort cadeautjes van Lemmens krijgt, dan wordt het wel eenvoudig. Sneijder mag het afmaken en wat een verschrikkelijke blunder is dit van de doelman van RKC. Een pupillenfout. En dan is Huntelaar niet zelfzuchtig en schiet Sneijder hem niet zuinig binnen. Buitengewoon sneu voor die normaal gesproken goede doelman van RKC.
Een cadeautje en hij zal er blij mee zijn. Wapenaar stompt. Opnieuw Sneijder. Brengt die bal gevaarlijk in, dan is het 1-0. Sneijder met het doelpunt. De bal niet aangeraakt door Huntelaar. En dan is het 1-0 voor Ajax. En Sneijder wijst direct naar de bal, want er moet meer gescoord worden vandaag. Dat lijkt de boodschap. Huntelaar loopt in, lijkt die bal dan niet aan te raken, maar Wapenaar is verrast. Goeie bal zeg, mooie aanname ook van Babel. Huntelaar voor het doel, ook Sneijder daar en 2-0. Perfect uitgespeeld, Babel met de assist. En Sneijder met de 2-0 voor Ajax. Heerlijke trap, erover schat die bal verkeerd in. Maar dan neemt Babel die bal ook prima mee. En heeft die oog voor Sneijder die zich goed heeft vrijgelopen. En onberispelijk binnenschiet.